Wil je snel, goedkoop en betrouwbaar FIFA coins kopen? Ga dan naar coinsfifakopen.nl. Gebruik de code TDT voor 7% korting. Yo mensen, ik word voor hard en zie je, dit is een nieuwe top 5. Nou, ik vroeg zoals altijd natuurlijk, laat jullie top comment achter en stem erop, zodat ik weet wat zeg maar de nieuwe top 5 moet worden. En jullie gingen worden top 5 aanvalstrio's. Nou, ik zou hier bij de 4-3-1-2 formatie kunnen rekenen, waarbij ik mijn CR en meto. Dat is niet het geval. Dus dit omtreft alleen formaties waarbij je een links voor, een rechts voor en een spits hebt. Of een LF, een RF en een spits. Weet je, op die manier kan het natuurlijk ook. Dat is waar we nu voor gaan. We kunnen duren te zitten. Misschien zijn jullie het er niet mee eens. Maar daarom wil ik vooral jullie suggesties in de reacties zien. Vergeet ook al niet de video te liken als je dat op dit moment niet gedaan hebt. Kijk of we weer de 1000 likes kunnen halen. Dat zou super chill zijn. En ja, laten we dit doen. Op plek 5 hebben we het driemansduo van Griezmann, Benzema en Fekuli. Nou, ik ben zoals veel mensen een groot fan van de PPVA. Een paar leuke spelers om mee te linken, goed voor hybrids. Nee, Griezmann heeft iedereen wel gebruikt denk ik dit jaar. Prima links voor, lekker veel pace, goed schot, prima dribbel. Ook nog een redelijke pass. Is dus gewoon prima voor als je een keer af wilt leggen, zeg maar voor sweaty goals. Benzema is een van de beste meevoetballende spitsen in de game naar mijn mening. Prima pace, ik geef hem altijd Hunter en dan presteert hij fantastisch voor mij. 75 passing op een spits is precies wat ik voor mijn speelstijl zoek. Rechts midden, of rechts voor dan, gooien wij Fekuli. Nou, hij is een van de kaarten die ik niet vaak krijg. Hij is een non-rare, zeg maar, in de game. En niemand gebruikt hem. Ik weet niet waarom, want hij heeft een fantastische dribbel. Hij heeft hem wel 3-ster skills, maar hij dribbelt er zo smooth doorheen. En zijn passing is echt ijzersterk. Dat ik niet gebruik, bij mij niet gebruikt. Want als je voor een budgetspeler zoekt en je kan Bill bijvoorbeeld nog niet betalen, dan is hij absoluut een geweldige optie. Hij presteerde voor mij een tijd lang beter dan Bill. Dan op plek 4 gewoon weer een Bundesliga trio van Royce, Lewandowski en Shaqiri. Nou, dit heb ik in het begin van FIFA vrij veel gebruikt. In een 4-3-3 valse nummer 9 formatie. Royce, absoluut, ik was 86 shooting. Hoeveel linksvoors ga je vinden waarbij hun shooting hoger is dan hun pace? En dat zijn het ook goede spelers, zeg maar. Royce is fantastisch, jongens. Goed in de combinatie. Hij is sterke dribbel, 4-ster skills, 91 pace. Dat is awesome. Maar Lewandowski heeft 81 pace, 84 shooting, 78 physical, 85 dribbling en 74 passing. Hij past prima als center forward. Niet zozeer als de creatieveling, maar gewoon omdat hij dan lekker op de goede plek kan blijven hangen. Dan staat hij opeens midden of randje 16. En dan is het opeens, boom, hij knalt de bal erin. Of hij geeft een breedte op Royce voor Shaqiri. Dikke prima. Dus Shaqiri is natuurlijk de absolute kleine Zwitserse kast die je graag op rechts hebt. Hij zal het volgend jaar niet meer zijn. En dat is erg jammer. Maar met 88 pace en 86 dribbling is hij een heel erg geweldige optie voor mij geweest dit jaar. Heeft veel goals gescoord. Ik heb hem niet echt meer gebruikt sinds hij in de Serie A speelde. Maar in de Bundesliga is hij absoluut een van mijn favoriete rechterleugelspelers geweest. Plek 3 gooi het BPL trio van Team of the Season Hazard, Team of the Season Costa en Team of the Season Sanchez. Bij de klassieke 4-3-3 derde variant formatie is dit echt fucking awesome, jongens. Hazard gebruiken heel veel mensen niet graag. Sommigen gebruiken liever Schürrle of Inform Young. Maar Hazard is zo goed. Echt belachelijk. En ik weet dat dat hoort door de stats. Maar zijn dribbel is echt één van de beste in de game. Zeg maar top 5-achtige dribbels. Nou, Costa, hij is nu, zeg maar, zijn team is niet zo fijn. Omdat hij zowel mokersnel is als supersterk. En die combinatie is gewoon echt oneerlijk. Want zodra hij dan bij de bal komt, dan schiet hij gewoon. En dan is het gewoon een goal, ongeacht wat je probeert. En dan hebben we Sanchez op rechts voor. Nou, Sanchez, ik ben natuurlijk een Arsenal fan, dus ik ga hem altijd al gebruiken, hoe slecht hij ook zou zijn. Maar hij is awesome, jongens. Hij is zo goed. Zijn schot is één van de beste dingen die ik ooit geprobeerd heb. Hij is, zeg maar, letterlijk, als ik aan de rechterkant met hem doorkom, dan schiet hij elke bal er vanaf elke hoek in. Het is echt ongelooflijk hoe die drie op elkaar aansluiten qua geweldige kwaliteiten. Plek 2 is waarschijnlijk de allerduurste die je gaat zien. En dat is Team J. Ronaldo, Inform Bill en Team of the Season Messi. Nou, ik heb natuurlijk genoeg coins gehad gedurende het jaar. En ik heb aan het einde wel eens gedacht, wat nou als ik het perfecte probeer? En dit was letterlijk te makkelijk met de Euro's spelen. Echt te makkelijk. Stuk voor stuk te goed. We kunnen aanvallen, pasen, zelf doorheen gaan. Het is echt belangrijk. Ik heb Ronaldo op een gegeven moment verkocht, omdat het te makkelijk was. Het is echt, hij wint elke wedstrijd voor je. Elke bal gaat er met hem in. En het, wat wil je als bijna elke stat 99? Dus het is echt stupide hoe hij is. En Messi op rechts is wat het altijd zou moeten zijn. Want dat is waar hij het beste is. En Bill, ga ik het niet eens over hebben. Want jullie weten echt wel hoe goed Bill is. Nou, nummer 1 is waarschijnlijk het trio dat je niet zou verwachten. Dat is Ibai Gomez, Rodrigo en Susaita. Nou, waarom hen? Nou, in het begin van FIFA, toen zeg maar de 4-3-2-1 formatie belachelijk OP was, het heel erg ging om hoe goed je kon dribbelen en hoe je zeg maar kon schieten. Ik vond het die combinatie van dribbeling vooral. Zeg maar, dribbeling was het belangrijkste en dat was zo fijn. Dit team heb ik echt plat gespeeld. Want zeg maar, toen FIFA 15 nog helemaal geen patches had, vond ik het de beste Ultimate Team versie ooit. Het speelde fantastisch, ik won praktisch elke game, het was super leuk. Dit trio won echt zoveel wedstrijden voor mij. Het slaat helemaal nergens op.
Ik denk niet dat jullie deze verwachten, maar als jullie deze geprobeerd hebben of één van deze trio's, laat me dat vooral weten in de reacties. Vertel me ook vooral wat jullie voor de volgende willen zien. Like dan ook vooral de comment die jullie willen zien. En dan zie ik jullie later weer voor een nieuwe video. Doei! Yo!